En de motorclub Q-Riders heeft vanmorgen spullen overhandigd aan 4 kindertehuizen. De organisatie heeft onlangs haar jaarlijkse car wash gehouden, waarbij er geld wordt ingezameld voor een sociaal doel. Rivelino Dongo, lid van de Q-Riders, geeft aan dat zij de tehuizen hebben gevraagd wat zij het hardst nodig hadden en dat is aangeschaft met het ingezamelde geld. Dongo zegt dat de Q-Riders erg sociaal voelend zijn en dat het de 6e keer is dat sociale instellingen worden bedacht. Nou, het totale bedrag dat we hebben opgehaald tijdens de car wash is ongeveer 5000 SAD. En dat hebben we verdeeld onder de 4 instellingen. Welke instellingen zijn er? Even Pieperhork en ze nu uit het hoofd. We hebben Blij Gemaakt Kinderhuis Maria Hoeve, Stichting Alzheimer, Kinderhuis Soekdam en Meisjesinternaat Ballingsula. En jullie hebben ervoor gekozen om geen geld te geven, maar spullen? Ja, bijvoorbeeld Meisjesinternaat Ballingsula heeft ons gevraagd om hun keuken te renoveren. Want we zijn die komen aantreffen in een staat dat eigenlijk niet geschikt is voor die meisjes daar om zo te leven. Dus we hebben dat een facelift gegeven. Kinderhuis Soekdam van Komowena heeft ons gevraagd als we een tafel voor ze kunnen aanschaffen en 2 banken. Want die hadden ook 2 banken en oude tafels daar die niet meer voldoen aan de eisen. Dus we zijn toen dan hout gaan kopen en we hebben die tafel en die banken zelf gemaakt die je hier ziet. Zelf gemaakt door de Q-Riders. Ifna Vrede is vertegenwoordiger van het meisjesinternaat Ballingsula. En zij zegt heel blij te zijn met de gesten van de Q-Riders. Ik vind het heel geweldig en ik ben de organisatie dankbaar voor hetgene ze doen voor de samenleving. Voornamelijk de sociale instellingen waar er zoveel problemen zitten. Wij hebben een keuken opgeknapt gekregen, de wasbak, alles was poreus. En als je ziet hoe mooi het is geworden, geweldig, geweldig, ja. Zijn ze echt dankbaar. En om te denken dat een paar stoere jongens dit soort activiteiten organiseren. Ja, maar het is geweldig wat ze doen. En dat ze kwaliteit, weet je, werk leveren. Dat ze iets terug doen voor de samenleving. Dat vind ik zo machtig. Want meestal moet je, weet je, zitten we te wachten op de overheid of de normale officiële wegen om zaken gedaan te krijgen. Terwijl je langer wacht dan je eigenlijk, weet je, zou moeten wachten. En dan zijn er hier, net wat je zegt, stoere, gezellige jongens die zaken oppakken en echt inspelen op de behoeften. Dat is geweldig. Ze zijn echt gezegend. Aldus Ifna Vrede, vertegenwoordiger van het meisjesinternaat Ballingsula. Ze sprak vanmiddag nadat de Q-Riders spullen hadden overhandigd aan 4 kindertehuizen. De overhandiging vond plaats bij Sol Sinja.